Om 6 uur is ze al begonnen. En nu, 4 uur later, staat ze nog achter de tobbe. Dat is ook geen wonder als je alles met de hand moet doen. Wassen met de hand? Nee, dat doet de buurvrouw niet meer. Zij heeft een wasmachine. Kijk, zo wordt de machine aangezet. De zondag stinkt al naar de maandag. Heeft u bovendien een centrifuge, dan wordt nog heel wat water uit de was gehaald. En behoeft deze slechts kort te hangen om te drogen. Maandag, wasdag. Ja, studenten, buitenlandse arbeiders, meestal. En dan mensen die machine kapot zijn. En vakantiemensen. Een moderne wasmachine en een centrifuge hebben natuurlijk heel wat voordelen en zijn voor ons allemaal een ideaal. I'm a student at the HZ and I live in Lescaux and we don't have a laundry there, so we have to come here. We don't have a machine, so. Ik heb zelf ook wasmachine thuis. Is makkelijk, hè? Dit is een strijkijzer zoals velen van u nog gebruiken. Het snoer van zo'n strijkijzer raakt vaak zoek. Een veel beter strijkijzer is een regelbaar ijzer. Let u eens op de goede vorm van dit strijkijzer. Ik vind het geweldig om te doen. Het geeft mij een hoop rust. In mijn hele drukke leven alle kanten oprennen geeft het mij heel veel rust. En nu het strijken zelf. Begin altijd met het strijkgoed vlak te leggen. Het lijkt tegenstrijdig, maar een snelle strijkster strijkt langzaam. Is het wasgoed als u wilt gaan strijken wat te droger worden, dan moet het worden ingevocht. Gebruik bij het invochten warm water. Voor mij is het eigenlijk dagelijkse kost. Waar de meeste mensen er een verschrikkelijke hekel aan hebben. Ik denk dat dat komt omdat heel veel mensen het opsparen. En dan heb je ineens een hele berg. En dan moeten ze eraan. En dan is het vaak zoveel dat je er tegenop ziet. Ja, ik doe het iedere dag. Ik hou het gewoon helemaal bij, iedere dag. Dus ik zet eerst de wasmachine aan. En ik... Ondertussen strijk ik de was van gisteren, zeg maar. En dat ruim ik allemaal netjes op. En hier is nu een echt handige strijkplank. Een plank die nu dus niet piept of kraakt bij elke beweging en niet wiebelt tijdens het strijken. Hij is gemaakt van een soort asbest dat niet kan kromtrekken, die veerkrachtig blijft en goed kan worden schoongehouden. Misschien wil een van de huisgenoten u ook wel eens helpen. Dan gaat het veel gemakkelijker. Tegenwoordig doen heel veel mannen de was in het huishouden. Hoor ik wel eens. Mannen zijn tegenwoordig van het koken en het wassen. Vrouwen werken tegenwoordig ook heel veel. En dan kom je om 6:30 ophalen. Oké. Goed? Dus ik weet nog dat mijn zoon op een gegeven moment thuis komt. Die was helemaal blij met zijn nieuwe... het is dat zo'n kreukelblouse toen de tijd. En ik vond het zo verschrikkelijk dat ik hem toch gestreken heb. Het wordt steeds minder. Maar er komen wel klanten. Maar er wordt ook steeds minder. Hè? Ja, ik denk dat minder kantoormensen zijn. Mensen die bij de bank werken en zo. Ja, minder pakken. Ja, er komen er wel, maar heel weinig. Ja, ik denk wel eens aan die vrouwen die zo'n man thuis hebben zitten, die op kantoor zitten. Heb je heel veel werk aan. Voor het weghangen gebruiken we bij voorkeur een broekenklem. Het strijken van een overhemd is een secuur werkje. Eindresultaat. Het gestreken en gevouwen goed gaat in de linnenkast. Houd bij het vouwen rekening met de afmeting van de kastplanken. En maak geen dronken stapeltjes.
Zorg dat al het goed er netjes bij ligt. Dan kunt u met voldoening op uw werk terugzien. Want een welverzorgde linnenkast is een vreugde voor de huisvrouw.